Door zijn eigen partij Leefbaar Rotterdam werd hij op de 27e plaats gezet. Dat het wellicht goed zou gaan met de verkiezingen lag in de lijn der verwachtingen. Maar 27 zetels voor Leefbaar, nee. Mos besloot een eigen campagne te gaan voeren, want hij wilde terug in de raad. Vanochtend werd de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt en de voorkeurstemmen. De zenuwen vooraf. Ik kan wel zeggen dat ik me eigen prettig voelde. Ik heb in ieder geval goed geslapen de laatste twee dagen. Dus dat is al heel veel winst. Wel een idee dat dat gaat lukken? Ik heb wel een gevoel dat dat gaat lukken, ja. Ja. Hoeveel posters zijn er doorgedraaid met het hoofd van Dries Mos en over andere posters heen geplakt? Ik denk een 1400, 1500. Ik heb er nog een paar over. Op naar de officials onder leiding van burgemeester Abu Talib. En daar komt voor Mos het hoge woord eruit. Het aantal uitgebrachte stemmen, 59.505. En de heer Dries Mos komt op nummer 3. Dat is de volle van de grote stem. Het vertrouwen wat de mensen in mij hebben gegeven, dat mag ik zeker niet schenden. Dus ik zal gewoon misschien nog wel een stapje harder lopen als dat ik eerst heb gedaan. Luis in de pels Mos, zelfs soms binnen zijn eigen partij, kan dus de komende 4 jaar de vinger aan de pols blijven houden in de straten en op de pleinen van Rotterdam.